Welkom nog een laatste keer terug bij Persona 5 Strikers. We hebben een bonus episode vandaag. We gaan eventjes een kleine detour maken. Want de sidequests hebben ons geleid naar een laatste enemy op de map. Dus dat gaan we even doen. We gaan naar de laatste secret base hier. De thumbnail en de naam geven absoluut al weg wie het is, maar dat is meer details. Als ik even naar een andere kant zou moeten gaan. Oh wacht, ik heb een nieuwe knife voor Joker trouwens. Oh nog niet, die krijg ik juist van deze sidequest. Is even lekker relaxed dit. Let's stay focused and plan our attack. Wat doet zijn kietje daar beneden? Baby. Someone looks happy. Is that not a challenge? Let's keep up the pace. Oh. There we go. I was on there. Ja, jou wil ik hebben. Ik heb denk ik niks hier hoor. Yeah, I could get used to this. En dan gaan we tegen de Reaper vechten. Dat is de secret baas van Persona 5 Strikers, dus waarom niet? Ik gebruik Mara, omdat die immuun is tegen Gun. Wat heel handig is voor dit gevecht. De Reaper zelf heeft geen zwaktes, dus daar moet je echt voor uitkijken. Shit. Oh nee. Oh, doe ik het weer. Wat ik hiel van. Ik kan echt niet springen soms. Ik zweer, ik probeer het te springen daar. Dit is duidelijk gewoon even een damage bonus voor een superbaas.
Je gaat YouTube niet leuk vinden. Let's go, Mara. Mara! Hier! Ja, wil je vechten, man? Gun vechten? Please allow me to over. Oh, ik haat het. Geef me al het vuur, heerlijk. Oh. Er is volgens mij geen enkele persoon dat die vuur drinkt. Vuur drinkt. Oh nee. Okay. De enige manier om zijn shield te trainen is volgens mij letterlijk gewoon. Is letterlijk gewoon time te dodgen. Oeh. Oh, weer Mara. Mara! Hier! Kom op, doe vuur. Dus dat kan bijhealen. Verdomme! Oh nee. Dan niet, dit doe ik het zelf wel. Jeetje. Even kijken. Gelukkig heb ik een heleboel items hiervoor. Thank you. You're mine.
Godverdomme. Die ijsaanval is echt gewoon heel vervelend. Mijn held is helemaal niet bad. En dan zijn we alweer daar. Die krijgt dus een Yakuza aura. Nee, liever niet. Mara. Ik ga denk ik zometeen even mijn Yoshitsu combo gebruiken. Dat is nu dus. I'll use this. Persona! Let's go. I'll use this. Come. Take this. Bingo. That's the best now. That was great, Joker. Persona! Let's go. With this. Joker's stamina is running low. To recharge. Come. Persona. Ravage that. Persona. Whoa, this is heerlijk. Persona. Let's go. His power. Come on, this primer battle. Is that anybody healer? That's fine. I'll use this. Truly impressive. Come, King Frog. Black Mara. Huh. Huh. Wat een heerlijke persoon is dit. Zo we kijken. This one. You saved. Thank you. Grab it, sir. The enemy's defense is down. Go to town on him. Please allow me. You're mine. Gunmar! Gunmar! You're mine! Take this! I can be a this is it! Take this! No! It's over! Brave, worthy, and deep. Oh,
Ow, mom. Take this. Right here. Okay. Beetje defensive is goed. Zal ik nog wat extra SP? This one. There. Zo, moet goed zijn. Oh wacht, ik kan bij hier. Heerlijk. De spanning is er wel in. Ja, deze baas is wel echt een damage bonus en het is heel eng. Elke move is zoveel damage op jou. Maar gelukkig werkt Mara echt geweldig hiervoor. Ik zou bijna zeggen dat Mara gewoon gemaakt is voor deze baas. Ik denk dat we zo meteen weer gaan wisselen naar Yoshitsune. Dan gaan we deze strategie doen. Ik heb alleen nog niet de echte move van Yoshitsune, want ik ben nog niet zo ver met het levelen. Nee, Sophie! Waarover? Metatron. Let's go. King Frog, Black Frog, Mara, Cerberus, Alex, Zack, Thor, Yoshitsune, Siegfried, Metatron. Ik ben langs Mara gekomen, of niet? Ja, daar je go. Dan gaan we dat maken met Yoshitsune. Bam! Dead Divide. Hoe! En dat was dat. En dat was de bonus fight voor Persona 5 Strikers. Niet veel verder te zeggen. Dankjewel voor het kijken, I guess. En bye bye.